De regering heeft 60 miljoen SAD beschikbaar gesteld voor de compensatie van boeren in het district Nikeri. Deze beslissing is een reactie op de toenemende druk vanuit de lokale boeren die onlangs culmineerde in een protest. Dit maakte de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Pralaat Suudin, gisteren bekend tijdens de wekelijkse regeringsraadsvergadering. De boeren uiten hun frustratie over de vertraging van de beloofde compensatie door de president. Deze financiële tegemoetkoming werd 4 maanden geleden toegezegd. Volgens Suudin is het voor de regering belangrijk om de boeren tegemoet te komen. Deze compensatie is bedoeld om de verliezen te vergoeden die boeren hebben geleden in de afgelopen 2 tot 3 seizoenen. We hebben een opsplitsing gemaakt. Er is een grens bepaald van 150 hectare. Boeren die tot 250 hectare, nee sorry, 150 hectare en een landbewerking of grondbewerking hadden gedaan en of hadden ingezaaid, die zullen wij onder categorie brengen van de kleinere en middenstandsboeren. En de grotere boeren die meer dan 150 hectare hadden ingezaaid, die hebben we toen de grotere boeren genoemd. En calculaties wezen uit dat ging, in totaal ging het om ongeveer 30.000 hectare. En waarover we praten. En we hebben besloten samen met de president om een tegemoetkoming te geven van 2000 SAD per hectare. Waarmee dan het totale bedrag kwam op ongeveer 60 miljoen. We gaan nu starten met voorbereidingen richting de banken. Tenminste, een LVV gaat nu die 2 categorieën opsplitsen. En dan weer opsplitsen richting wie bij welk bank bankiert. Om dan per bank alles in orde te hebben. En we maken erop dat wij medio augustus zullen starten met de eerste overmakingen. Rijstboeren zullen 2000 SRD per hectare ontvangen, tot een maximum van 150 hectare landbouwgrond. Ook voor grotere boeren geldt dit maximum. In augustus begint de uitbetaling aan de kleine boeren, terwijl de grotere boeren hun compensatie in oktober kunnen verwachten.